Officiële aftrap, kick-off van de waterschapsverkiezingen 2023. Je kunt maar één keer in de vier jaar je stem uitbrengen voor het waterschap. En dat is net als voor gemeenteraadsverkiezingen of provinciale statenverkiezingen. Dat is trouwens tegelijk hè, nu voor de provincie en het waterschap op 15 maart. En net als de Tweede Kamer. Ja, je bent belastingbetaler, je betaalt voor waterbeheer. En dat gaat allemaal over je directe leefomgeving. En er is nogal wat water in en rond Almelo. En daar heeft het waterschap heel veel invloed op. En met jouw stem kan je bepalen hoe dat waterbeheer eruit gaat zien. De afgelopen vier jaar hebben we heel veel last gehad van droge zomers. We hebben heel veel moeten doen om extra water aan te voeren in Twente. Ook naar Almelo. Dat kwam allemaal via de IJssel. Kwam dat via de Twentekanalen naar Almelo toe. We moeten namelijk gewoon veel meer water vasthouden. Dat moet ook rond belangrijke natuurgebieden. Maar dat gaat ook iets betekenen voor landbouwgebieden. En we willen dat landbouw goed kan doorfunctioneren. Dus we moeten echt met de landbouw samen kijken hoe we dit naar een goede, duurzame landengebied gaan brengen. Denk even aan dat de drinkwatervoorziening echt een probleem wordt in de toekomst van Nederland. Een bedrijf als Vitens kan nu al grote, nieuwe zakelijke klanten niet van drinkwater voorzien. En dat is niet alleen een opgave voor Vitens, maar voor ons allemaal gezamenlijk. Provincie, Vitens, waterschap, alle gemeenten. We moeten gaan zoeken waar we nog goede waterwinlocaties kunnen ontwikkelen. En daarvoor moeten we ook voldoende water vasthouden. Want het wordt echt een beetje een strijd om wie gaat het water krijgen in de toekomst. Nou, drinkwater vindt iedereen belangrijk. Lijkt ver weg, je zet de kraan op en het komt er gewoon uit. En toch wordt het in de toekomst niet meer zo'n vanzelfsprekend. Dus ik denk dat wat waterschappen doen in toenemende mate mensen gaan beleven. Er zitten allerlei stoffen in het water die we nu nog niet uithalen. Medicijnresten, microplastics, allerlei stoffen die ook in je huishoudelijk gebruik, in shampoos en in huishoudelijke middelen zitten. Beter is dat het er niet in komt, maar dan moeten alles drastisch veranderen. We kunnen ook aan de achterkant wat doen. Op onze zuiveringsinstallaties extra technologieën zetten om dat water schoon te maken. Maar dat kost geld. En alles draait om geld. En dat is een keuze bij de verkiezingen. Vind je wat we nu doen allemaal wel goed genoeg? Of vind je dat er echt een tandje bij moet? Maar dat gaat ook meer geld kosten. En dat is zo'n keuze. Ja, de gekozen bestuurders maken echt het verschil. We hebben afgelopen vier jaar een bestuur gehad. Dat wilde echt vooruit. Dat wilde een grote opgave aanpakken. Daar ook extra geld op gaan investeren. Die keuzes hebben ze gemaakt. Ja, ik zou zeker kijken waar de partijen voor staan. Ga naar de website van het waterschap vechtstromen.nl/verkiezingen. Daar vind je alle informatie over waar de verkiezingen over gaan, waar de partijen voor staan, wat we de afgelopen vier jaar hebben gedaan, wat we de komende vier jaar gaan doen. En er zit ook een link naar een stemwijzer en daar kun je invullen en dan kun je zien welke partij bij jou het beste past.